van harte goedemorgen. Ook de kijkers en luisteraars thuis. En van harte welkom op het ministerie van Defensie. Het is weer een genoegen om informatie met u te delen. Ik ga zelf informatie delen over veiligheid, de surveillance unit die aan het optreden is. En voor de rest, en daarmee begin ik eigenlijk, want veiligheid is heel belangrijk. U weet dat onze missie is beschermen van Suriname en ondersteuning geven. En bij de ondersteuning proberen we het ministerie van Justitie en Politie zoveel mogelijk te ondersteunen. En veiligheid is een hele hoge prioriteit voor deze regering. Dus we willen dat mensen veilig in hun huis zijn, veilig op straat zijn. Die ondersteuning bieden we met onze veiligheids, onze surveillance unit. En die surveillance unit draait al bijna 7 weken. En we zetten dagelijks bijna 10 auto's in de surveillance elke avond. Die zijn bezig echt preventief op te treden, dus het voorkomen van strafbare feiten. En we merken een aanmerkelijke daling. Vanmorgen had ik nog overleg met het ministerie van Justitie en Politie. En dat ze aangeven dat er een aanmerkelijke daling is van dus berovingen en overvallen. De cijfers gaan zij presenteren aan de samenleving, daar gaan wij niet over. Maar wat ze ons aangeven is een aanmerkelijke daling. De afgelopen week hebben we wel 2 ernstige overvallen gehad op winkeliers. En dat betreuren we, maar we blijven voortgaan om veiligheid op een hoger niveau te brengen. Wat die surveillance unit ook doet, het is samen met de politie, elke auto is bemensd met een politieman, met een lid van de militaire politie en als het kan ook een militair erbij. Dus 3 mensen per auto, het hebben blauwe zwaailichten en er is een sticker van Defensie erop, surveillance. En dat is zichtbaar in de samenleving. Wat ze ook doen is, wanneer het moet, handhavend optreden, vooral verkeersovertredingen. Wat we merken is dat er toch veel mensen rijden zonder rijbewijs. Veel mensen rijden met 1 koplamp aan. En dat is gevaar, dus daar waar ze zien, strafbare feiten op heterdaad, wordt er opgetreden. Er wordt ook opgetreden bij hotspots, dus plekken waar er veel mensen zijn, waar risico's groter zijn. Dan wordt daar dus gestopt en opgetreden totdat zaken rustiger zijn en dan vervolgt de surveillance unit haar weg. Dus dat is met betrekking tot veiligheid. De bevelhebber zal straks uitgebreider hierop ingaan over hoe we de veiligheid nog meer ondersteunen en de operaties die we uitvoeren. Dus dat is het eerste. Het tweede is wat we bij Defensie zeker voornemens zijn te doen, is investeren in onze leger. In de afgelopen periode hebben we een beleid gevoerd waar we meer balans wilden op de begroting. U weet, toen we overnamen was de balans 96% personeelskosten, 4% voor beheer en onderhoud en investeringen. En dat was absoluut niet toereikend. Nu zitten we op 83% personeelskosten, 17% investeringen. Ondertussen hebben we eigenlijk 950 personeelsleden minder op onze betaalstrol. En dat betekent dat het personeelsbestand met 20% is gedaald. Ja? Het is aanmerkelijk. We zijn wel voornemens om per 31 juli ongeveer 150 nieuwe mensen te werven. De werving en de selectie is in volle gang. Het laatste onderdeel is nog over. Dat is de medische keuring. En als dat achter de rug is, willen we 31 juli starten met de opleiding van die 150 mensen. Maar al met al hebben we tot dan 950 mensen minder op onze betaalstrol. En dit heeft ons een besparing opgeleverd van ongeveer 200 miljoen SAD. Als we per persoon gemiddeld nemen, 20.000 SAD per persoon. En daarin hebben we dus de salariskosten, de overheidkosten, de PSU, dus uniform, pet, schoen, alles, medische kosten, alles.
20.000 per persoon, dan kunt u uitrekenen dat we inmiddels 250 miljoen op jaarbasis bespaard hebben op onze begroting. En wat we voornemens zijn, is dat we met dit geld dit gaan terug investeren in de defensie. En we zijn voornemens om een boot te kopen, dus een marineschip te kopen. Dat kopen we niet in één keer, we gaan het leasen eigenlijk. En de afbetaling van dus die lease doen we jaarlijks. En na 6 jaar wordt het schip eigendom van eigenlijk de regering, het ministerie van Defensie, het Nationaal Leger. Dat is ons voornemen, want we hebben nu een marine die eigenlijk zit zonder een zeewaardige schip. En het is niet goed voor onze marine, terwijl we ons moeten voorbereiden op... we hebben in onze grondwettelijke taken ook dus eigenlijk surveillance preventie optreden, dus grensbewaking, maar ook zorgen dat er veiligheid is in ons maritiem gebied. En als we kijken naar de ontwikkelingen van gas en olie, de komende tijden, dan moeten we als leger daarop voorbereiden. En de taken die we zeker hebben, is onze aanwezigheid vergroten, maar search and rescue zoeken en ondersteunen, dus het redden van mensen in geval er calamiteiten zijn, maar ook brand, et cetera. Dus daar zijn we ook als defensie bezig voor te bereiden. En daarna, daarom hebben we besloten om een marineschip te kopen of te leasen dan, en uiteindelijk gaat het toch eigendom worden van ons. En dat gaat ons kosten ongeveer 80 miljoen uit onze begroting. We krijgen geen extra gelden vanuit het ministerie van Financiën. Laat me dat nog eens een keer benadrukken. Het zijn geen extra gelden die we gevraagd hebben daarvoor. We betalen het zelf uit onze begroting. En dat hebben we kunnen realiseren door de bezuinigingen op personeelskosten en eigenlijk meer ruimte voor investeringen binnen Defensie. Dus dat kan en dat hebben we gedaan. Dat is het tweede item waar ik dus aandacht wilde besteden. Het derde is, ik heb aangegeven, we hebben 950 mensen minder op onze betaalstrol. Maar wat we ook hebben gedaan is geïnvesteerd in ons HRM-systeem, Human Resource Management Systeem. We hebben vorig jaar de servers gekocht, de scanners gekocht en we hebben een softwareprogramma ontwikkeld, laten ontwikkelen. We zijn in zee gegaan met een externe consultant. Wat we nu hebben is dat de laatste hand gelegd wordt in het invoeren van de data. En binnen 2 maanden hebben we ons HRM-systeem operationeel, alle data ingevoerd, volledig geautomatiseerd. En dat geeft ons ook meer efficiëntie en meer effectiviteit in het aanpakken van dus HRM-zaken. Het loopbaanbeleid, het opleidingsbeleid, het bevorderingsbeleid, instroom, doorstroom, uitstroom, alles, beloningsbeleid, geeft ons meer efficiëntie en effectiviteit. Dus ik ben heel blij dat we dat over 2 maanden helemaal operationeel hebben. En dan als laatste wil ik gaan naar onze SREM, de Stichting Ex-Militairen. Ja, en wat we nu hebben is dat zij een hele speciale doelgroep zijn waar we echt prioriteit aan geven. En die prioriteit die heeft te maken met, ja, het zijn militairen die hun krachten hebben gegeven in een hele moeilijke periode tijdens de binnenlandse operatie. En zij hebben gestreden voor land en volk en je kan ze niet in de steek laten. We hebben per 1 januari de uitkering aan ex-militairen wederom verhoogd. Die is nog niet uitbetaald, omdat de missie van een administratieve fout had. De coderingsnummers klopten niet, maar het is terug en we hopen het deze week te krijgen. Dan kunnen we ze uitbetalen. Maar de resocialisatietoelage is gegaan naar 1000 en de invaliditeitstoelage is gegaan van 1200 naar 1800 SAD per persoon per maand. We hebben in principe 1500
geregistreerden bij de stichting SREM, dus dat zijn ex-militairen die zich geregistreerd hebben. Hiervan waren er 244 mensen die in de binnenlandse oorlogsstrijd hadden geleverd. Dit bestand hebben we inmiddels opgeschoond. Het is nu geworden 215 mensen. En die 215 mensen die krijgen, die worden in aanmerking gebracht voor dus de resocialisatietoelage en de invaliditeitsuitkering. Het verschil is dat mensen die lijden aan, zeg maar, stress, PTS, het posttraumatisch stresssyndroom, die nog in staat zijn te werken, die krijgen een resocialisatieuitkering. En die mensen die blijvend ongeschikt zijn, die krijgen dus die invaliditeitstoelage. En dat is dus 1800. Dat is niet voldoende natuurlijk in deze tijd om van uit te komen, rond te komen. Maar wat we afgelopen periode ook hebben gedaan, is de koppeling gemaakt met het sociaal beleid die berust onder het ministerie van Sociale Zaken. Er zijn gesprekken gevoerd om deze mensen die daarvoor in aanmerking te komen, in aanmerking te brengen voor de andere toelages die vanuit het sociaal beleid wordt uitgekeerd. En dat is de koopkrachtversterking. Een aantal van de ex-militairen hebben dus zijn in aanmerking gebracht voor de koopkrachtversterking. We gaan ook de uitkering, en het is 1800 SED. Dus wie nog niet in aanmerking is gekomen en die voldoet, daar worden de lijsten van gestuurd naar Sociale Zaken. Het tweede is de zwakke huishoudens. Die krijgen een uitkering van 1700. Het is nog niet uitbetaald, laat maar dit zeggen. Maar de link is gelegd. En wat we nu doen, is nagaan welke mensen daarvoor in aanmerking komen. En die gaan we dus voordragen om voor deze toelage in aanmerking te komen. En dan de personen met een beperking, die toelage is 2500. Dus ook die mensen gaan we screenen en in aanmerking laten komen. Daarnaast hebben we ook gekeken naar mogelijkheden van bijvoorbeeld mensen die een medisch hulpstuk nodig hebben. Die mogelijkheden bestaan er ook bij het ministerie van Sociale Zaken. En die koppeling hebben gemaakt dat het makkelijker gaat. Daarvoor was die koppeling er niet. En wij opereerden eigenlijk als ministerie van Defensie. Er was geen koppeling met het sociaal beleid. Dus die koppeling hebben we nu wel gemaakt. Wat we ook bezig zijn te doen, is trainingen verzorgen. Binnenkort, en daar zal waarschijnlijk kolonel Hewaki iets meer over vertellen, gaan we starten met een rijopleiding voor de ex-militairen en laat maar even kijken hoor, IDO en koelmontage opleiding. 10 man. Die selectie zijn we bezig te doen, dus die opleiding zal ook van start gaan. Op 30 mei is er ook een bewustwordingssessie geweest voor de mensen over hun gezondheid. We hebben bloeddruk gemeten, suikergehalte gemeten van de mensen. Ze hebben een voorlichtingssessie gehad. Dus wat we ook doen is mensen bewust maken, niet helemaal afhankelijk, maar mensen zelf ook bewust maken van dat ze zelf verantwoordelijkheid moeten nemen over hun eigen gezondheid. Een laatste punt met betrekking tot de ex-militairen. En dat is dat we 2 militairen, ex-militairen, die echt behoefte hadden aan hulp en onder zeer moeilijke omstandigheden thuis waren, hebben we in overleg met hun ze laten opnemen in een tehuis, waar ze dus echt goede begeleiding, professionele begeleiding krijgen en geprobeerd hun omstandigheden te verbeteren. Dus er wordt breed gekeken naar hun, omdat het een hele speciale doelgroep is die we niet willen verwaarlozen, maar die we echt meenemen in het beleid en proberen zoveel mogelijk binnen onze mogelijkheden te doen voor deze groep. Ik wil het hierbij laten. Als er vragen zijn, dan kom ik daarop terug. Met betrekking tot aankoop van de marineschip wil ik nog een laatste opmerking maken dat ik helaas nog niet zoveel details kan verstrekken aan de media, omdat we nog bezig zijn met de laatste hand leggen aan dus de overeenkomsten met het bedrijf. Dus zo gauw dat in orde is, zullen we daarop terugkomen. Maar wat ik wel kan zeggen is dat de regering het besluit al heeft genomen. Dus de missieve is er en daarmee, dat geeft ons ook ruimte om verder aan de slag te gaan.
Dus ik wil het hierbij laten en ik kom straks daar terug als er vragen zijn. Dank u wel. Dank u wel, minister. Onze volgende spreker is de bevelhebber van het Nationaal Leger. Minister van Defensie, kolonel Hewaki, leden van de pers en die van de samenleving, goedemorgen. Voor mij is het weer een genoeg om voor u te staan, om te spreken over de rol die Defensie vervult bij het garanderen van de veiligheid van onze staat, van onze natie. Daarom ben ik hier en ik zal heel kort een overview geven van wat wij allemaal doen. Het leger draagt actief bij aan de veiligheid van onze natie. En ik wil weer even kort op basis waarvan wij werken. Ten eerste op basis van de grondwet, het Nationaal Leger en natuurlijk de internationale verdragen zoals het humanitair oorlogsrecht en internationaal recht. En zo zijn er artikelen binnen deze wettelijke kaders waar wij onze operaties op baseren. Niets komt uit de lucht vallen, alles is op basis van wettelijke regelingen. En dan heel kort weer de soorten operaties die we uitvoeren op basis van de grondwet. Want we hebben ten eerste de primaire taak om Suriname te verdedigen tegen buitenlandse gewapende militaire agressie. Het is onze primaire taak en hebben we dan daarnaast ook bijzondere taken. En het is allemaal verder gedefinieerd wat we allemaal mogen en kunnen doen. En op basis daarvan zijn de operaties daar ook ingericht. Zo kunnen we dan de eerste soort bekijken: grenswaking en handhaving van het overheidsgezag. Dat we dan de reguliere cementen. En ook nog de reguliere patrouilles die op maandbasis en natuurlijk af en toe ook onregelmatig op de grenzen hier plaatsvinden. Hebben we dan ook nog de rol van ons bij de immigratie. We hebben op alle officiële doorlaatposten zoals Johan Adolf Luchthaven of Pengel Luchthaven, Zorg en Hoop, de grensposten in het oosten en westen. Overal hebben we ook militaire politie die de immigratie de eerste stap of het eerste station zijn waar de immigranten of buitenlanders langs moeten lopen. Dan wordt verder ook nog de reguliere joint patrouilles met de Franse troepen. Verder ook nog de ondersteuning die we op heel regelmatige basis geven aan het Korps Politie Suriname. Zo ook moeten wij op afroep en op verzoek van de civiele autoriteiten ondersteuning verlenen aan bijvoorbeeld de kustwacht, het OM en andere zoals NCCR. En hebben we ook nog onze civiele militaire operaties. Maar daar kom ik straks op terug. Wat hebben we allemaal gedaan? Vanaf januari tot heden. Bij de vorige persconferentie heb ik aangegeven dat wij vorig jaar 18 grote en kleine operaties hadden. En ik gaf al aan dat wij vermoedelijk dit aantal gaan overschrijden. En dat is nu al zichtbaar. Want tot vandaag hebben wij zeker al 14 operaties gedaan vanaf januari. Hier ziet u twee maal, dus het telt voor 14. En hiermee dragen wij actief bij aan de veiligheid van de staat. En dan, als u goed kijkt, zijn het allemaal operaties die niet alleen op eigen titel, dus vanuit onze verantwoordelijke taak, maar ook bij het ondersteunen van de civiele autoriteiten zoals KPS, NCCR, kustwacht, etc. Verder hebben we ook nog operaties met onze partners in de regio, zoals Frans-Guyana. En die vinden op regelmatige basis plaats. Dan wil ik heel kort mijn lichtschijn laten schijnen op vooral zero tolerance.
wil weten dat er een criminaliteitspiek zich had voorgedaan ergens in begin maart, correctie, rond maart, april, en waar de politie een operatie voor heeft opgezet. En ook daar hebben wij onze ondersteuning verleend en het is tot de dag van vandaag gehouden. De minister heeft in haar introductie ook aangegeven dat wij door middel van surveillance / patrouilles de ondersteuning verlenen aan de politie. En daarmee hebben we ook gedemonstreerd dat de veiligheid teruggebracht kan worden door middel van gezamenlijke inspanningen. En dan zo ook kan ik heel kort ingaan op operatie Spari Maka. We hebben gezien dat we als veiligheidsautoriteiten, want er zijn een aantal op ons territorium, dat we langs elkaar heen werken. Dus wat we gedaan hebben, hebben we dan het besluit genomen om te gaan clusteren of te bundelen. En op die manier hebben we dan ook meer effect gehad. Het is ook efficiënter geweest om zo op te treden. En heel kort, we zijn begonnen. Het is een interdepartementale maritieme operatie, waar het leger samen met de kustwacht en KPS actief is op de binnenwater, op de territoriale water, maar ook EEZ. Het is begonnen op 27 mei en het is op nader orde. Waar wij nu actief zijn, we zijn actief in het gebied tussen de monding van de Suriname rivier, dus omgeving van Braamspunt, tot OMW Allianz. En we hebben ook uitgebreid naar Nikkeli. Heel binnenkort breiden we uit naar Okapoename en Marowene. En vanaf 27 mei tot nu toe hebben we 61 vaartuigen mogen inspecteren samen met andere veiligheidsautoriteiten. En welke vaartuigen hebben we geïnspecteerd? Niet alleen vissers vaartuigen, maar ook zeilschepen. Allerhande vaartuigen zijn gecontroleerd. En zodoende hebben we 35 illegale mogen staande houden. Die zijn natuurlijk aangehouden door de politie. Verder hebben we ook nog één Braziliaanse schoener mogen staande houden of mogen aanhouden die smokkelwaar aan boord had. Dus zo ziet u wat de resultaten zijn van dit gezamenlijk optreden. En dit gaat worden voortgezet. Komende activiteiten heel kort. We hebben nu in de planning een landmachtoefening. Die gaat van 25 tot 27 juni plaatsvinden in het gebied tussen Spikisaren en Tiwiti. Verder hebben we ook nog een heli-training gaande. Er wordt in de media gesuggereerd dat er laagvliegende helikopters actief zijn en dat de samenleving niet van weet. Inderdaad, dat is waar de luchtmacht actief mee bezig is, omdat ook de piloten steeds getraind moeten zijn. En los daarvan hebben we ook nog onze reguliere operaties die daarmee uitgevoerd worden. Voorts hebben we ook nog de herdenking van de gesneuvelden van het binnenlands conflict. Dat gaan wij doen op 21 juni. Aanstaande hebben we dan ook nog de Veteranendag op 8 augustus. En hiermee demonstreren we ook, of bewijzen we ook, dat we vooral de oorlogsveteranen, de ex-militairen, een hart of warm hart toedragen. We zorgen ervoor dat ze niet in een vergeten hoek geplaatst worden. En verder hebben we ook nog onze operatie, onze civiel-militaire operatie Dramati, die dit jaar zal plaatsvinden in het gebied Powaka en La Vigilancia in de periode 19 tot 27 augustus. Ik kan u verklappen dat we samen met onze partnerlanden, zoals Amerika, actief aanwezig zijn tijdens de operatie Dramati, waar we ook nog met onze lokale specialisten, zoals onze tandartsen, onze oogspecialisten, naar het gebied trekken en waar we de samenleving gezondheidszorg aan de man brengen. En dan, behalve dat wij op ons territorium actief zijn, hebben we ook nog de internationale samenwerking. Dit is slechts een fractie van wat we doen, maar ik highlight enkele belangrijke punten hier. We hebben na het bezoek van mij aan Mexico tijdens de Conference of America's, Armies of the Americas, het besluit genomen om mee te doen aan een aantal activiteiten binnen het kader. En een van de activiteiten is dat er een mixed radio, HF-radio oefening is geweest
waar alle Amerika's aan hebben meegedaan. Ook wij hebben daar aan meegedaan. En voor ons was het een meetpunt om te kijken waar wij zijn als het gaat om radioverbindingen. We hebben heel goede participatie gehad. En dat is ook door de gedrevenheid van het personeel. Voort hebben we ook nog de Werner Shield Strategic Dialogue gehad in Georgetown. Dat was de derde editie. En een van de markante besluiten van deze conferentie was dat wij alle operaties gaan synchroniseren op ons Guyana Shield. Heel binnenkort gaan wij een internationale maritieme operatie hebben. En wij hebben vanuit onze verantwoordelijkheid alvast ons huiswerk gemaakt door eerst onze lokale maritieme partners bijeentroepen. Omdat wanneer de internationale operatie wordt uitgevoerd, dat we ook gelijktijdig en met onze partners de maritieme operaties gaan uitvoeren. En zo zijn er een aantal bezoeken afgelegd. En in het bijzonder hebben we ook, daar sluit ik dan mee af, hebben we dan een gezamenlijke oefening tussen de militaire muziek van Nederland en Suriname tussen 30 juni en 4 juli. Dit is allemaal in het kader van het Makanda-project, maar ook omdat wij vooral bij de parade een bezoek gaan krijgen van een Nederlands fanfare. Dus dat is allemaal in voorbereiding hierop. Heel kort, dus niet alleen nationaal hebben we de partners bijgehaald om de veiligheid te garanderen, maar ook onze internationale partners zijn bijzonder belangrijk om dit voor de staat en de natie uit te voeren. Even in het kort. Hartelijk bedankt. Ik kijk dan uit naar de vragen die er mogen bestaan. Dank u wel, dokter Weber. Vervolgens nodig ik uit de commandant van het IDO. Minister Bevelhebber en vrouw de pers, goedemorgen. Ik wil heel in het kort een beeld schetsen van wat het Instituut voor Defensieopleidingen doet. En waarvoor we staan. Zeker in het afgelopen jaar zijn we veel in het nieuws gekomen vanwege diverse opleidingen en veel mensen vragen zich af wat dat instituut doet en waarom we in het leven zijn geroepen. Ik wil beginnen om een stuk in het beleidsplan Defensie 2021-2026 in mijn woorden weer te geven. En daar zegt, in dat plan zegt Defensie, het ministerie van Defensie wil geraken tot een apparaat waar Defensie Human Capital omgevormd wordt tot één geheel. Heel makkelijke woorden die ik verder wil uitleggen, waarom het makkelijk is om te zeggen van dat alle mensen in één moeten kijken, naar één richting moeten kijken als Defensie een operatie heeft. En om dit te bereiken, zal het personeel op een gecontroleerde wijze opgeleid moeten worden. In ieder geval, er zullen kennis en kundigheid worden bijgebracht om opgedragen taken op een adequate wijze te kunnen uitvoeren. Dit zeggende heeft het ministerie Defensie gekeken naar hun instrumenten die ze tot op dat moment hadden. En dat waren scholen die op zichzelf opereerden en het beleid geen geheel over zich op had. En bij het aantreden van deze minister heeft ze dat wat zich heeft afgespeeld in de afgelopen periode wat je dus een gefragmenteerd opleidingsbeleid had, heeft zij in een opdracht geformuleerd, gegeven aan ondergetekende, om een nieuw instituut op te richten, op te zetten, om een overzichtelijk opleidingsbeleid te ontwikkelen.
En dat is eigenlijk de grondslag van IDO, het Instituut voor Defensieopleiding, dat officieel van start is gegaan op 1 mei 2022. En als je zo'n instituut begint, zul je een missie hebben, je zult een visie nodig hebben. En dat hebben we geformuleerd. Abstract geef ik dat door. En onze missie is het leveren van hoogwaardige opleidingen en trainingen aan het defensiepersoneel. En met defensiepersoneel wordt bedoeld burgers en militairen. Het voorbereiden van militairen voor met name militaire taken. En visie, wij creëren een lerende organisatie waarin voortdurende ontwikkeling voorop staat. Ja, voortdurende ontwikkeling, dus we gaan mee met de tijd. En als we praten over IDO, een gecentraliseerd sturende organisatie, dan heb je toch een structuur nodig. Onze structuur heeft drie lijnen. Een lijn voor basisopleidingen. En de minister sprak net voor een nieuwe mensen die we in dienst gaan nemen, dus een elementaire opleiding. In de basisopleiding heb je dus ook dat basis voor onderofficiersopleiding en basis voor officiersopleiding. De volgende structuur is een structuur voor vervolgopleidingen. En daar hebben we dus vervolgopleidingen voor onderofficieren en ook voor officieren. En een andere lijn is specialistische opleidingen, waarbij we moeten denken aan koks, hofmeesters, chauffeurs, DAVP'ers, noem maar op. Dan kun je heel wat in plaatsen. Een heel belangrijke zaak waarmee we ons nu bezighouden, en dat belangrijk is voor de defensieorganisatie, is een leiderschapsontwikkeling, waarbij wij een eigen leiderschapsvisie hebben ontwikkeld. En die visie hebben wij kunnen invoeren binnen de organisatie met medewerking van Nederland. En dat project loopt nog steeds door en zal nog verder doorlopen. Omdat je zoveel mensen kan hebben en zoveel middelen kan hebben, maar dat alles moet worden aangestuurd door mensen. En mensen met goede leiderschapskwaliteiten. Zo'n organisatie is gestuurd op kernwaarden. En ik noem u een paar, zoals professionaliteit, integriteit, samenwerken en innovatie. En als principes hebben wij dat wij continu zaken willen verbeteren. Alles wat we doen is op de praktijk geleerd, op praktijk gestuurd, dus praktijk leren. En we zijn zeer flexibel. En we passen ook continu aan. Welke programma's hebben wij? Want ook een instituut als ons heeft programma's waarop ze toespitsen. En wij zeggen, ik heb net genoemd, leiderschapsontwikkeling. Eigenlijk is het fenomeen van leiderschap nergens anders uitgevonden dan binnen defensieorganisaties. Ik weet dat in het verleden oorlogen werden verloren, omdat men geen goede leiders had. Het was iedereen ging en deed zijn ding. Maar wij zeggen, goede leiders om gericht op onze doelen af te gaan. We hebben technische en tactische trainingen. En als we praten over technische trainingen, dan praten we over communicatie. Mensen die zaken die kapot zijn kunnen repareren. We praten over wapenkennis. En als het gaat om tactische trainingen, dan praten we over puur militaire manoeuvres. In ons instituut wordt er ook gewerkt aan technisch en persoonlijke ontwikkeling. Dat is een steltijd en dat heeft de militair zeer zeker nodig. Ethiek. We kunnen niet zonder ethiek. We kunnen niet zonder leiderschap. En dan hebben wij een zijvlak waar we ons richten op internationale samenwerkingen. En op dit moment hebben wij landen zoals Nederland, Verenigde Staten en Brazilië die fysiek
ons programma's ondersteunen. Dat is met betrekking tot de internationale samenwerking. En voor uitwisselingsprogramma's hebben we mensen die we dus uitsturen naar het buitenland. Straks hebben we voor 10 mensen van de NP die gaan naar Nederland voor binnen het Macandia-project voor classificaties. We hebben 2 die naar het buitenland zullen worden gestuurd voor verder leiderschapsontwikkeling bij het ECLD. We hebben 2 civiele docenten, Engels, die wij ook sturen naar Nederland en die zich speciaal zullen richten, want ze zullen speciaal worden onderricht in militair Engels. En ik zeg civiel, Engelse docenten, zijn ze niet voorwaardig genoeg? Nee, voor ons niet, omdat je speciaal Engels hebt voor militairen, die ze gebruiken als we in grote operaties zijn, zodat operaties kunnen vlotten en wij een goede communicatie kunnen hebben. Dus deze 2 mensen gaan worden dus uitgezonden naar Nederland. Dat zijn dus de uitwisselingsprogramma's. Om te zorgen dat onze opleidingen een hoge standaard hebben, een goede kwaliteit hebben, zeggen wij dat wij regelmatig doen aan toetsing en feedback. Ook proces- en productevaluatie. Het zijn allemaal onderwijs- en opleidingskundige termen. Als u behoefte hebt, wil ik later daarin ingaan. We zijn intern bezig, intern in Suriname. Mensen die we niet zelf kunnen opleiden, die sturen we naar een school in Suriname. En namen noem ik niet, omdat wij geen reclame maken voor anderen dan alleen voor IDO. Maar dat doen wij. En we geven deze mensen die wij zelf opleiden, hebben we certificeren we. Dus worden, alle opleidingen worden afgesloten met of een certificaat of met een diploma. Welke resultaten hebben we behaald in de afgelopen periode? Wat is voor u belangrijk? Zeggen van ja, u praat over vele opleidingen, maar wat hebben we bereikt? Sinds onze aantreden, sinds onze instelling, 2022, hebben we meer dan 30 opleidingen verzorgd. We hebben meer dan 600 mensen gecertificeerd. En let wel, ons slagingspercentage is 92% gemiddeld. En dat is wat men aangeeft internationaal, is het 80% moet je minimum hebben behaald. En wij hebben 92%, dus we zitten dus goed op weg. Wat hebben we? We hebben nu een aantal opleidingen lopen. Een onderofficiervorming, een cursus voor vakonderofficieren. Laat me even hierbij stilstaan, hoewel het meer een HR-beleid is. Bij ons hebben we mensen lopen in onze organisatie. En voornamelijk bij de categorie van corporals die langer dan 30 jaar lopen met één dezelfde rang. En er was geen licht voor hun. De minister en de bevelhebbers zijn bij elkaar gekomen en hebben gezegd van IDO, wat kunt u voor deze mensen doen, want we gaan de mensen niet bevorderen zonder dat ze onderbouwd zijn. En dat zijn de mensen die we dus nu hebben. En de resultaten van dat programma zult u binnenkort ook tegemoet zien. We hebben nu op dit moment een bachelor applicatiecursus. Dat zijn mensen die een upgrading geven. Na een officiersopleiding van bijna 3,5 jaar geven ze een upgrading en dan kunnen ze zo een bachelorsprogramma verder afwerken. We hebben bevelvoering en startcursus, onze paradepaardje op dit moment. Dat is een opleiding voor hogere militairen. En ja, voor majoors en hoger zijn de toekomstige topleiders. Niet alleen voor defensie, want zulke mensen kun je plaatsen bijvoorbeeld bij buitenlandse zaken. De DNA. DNA heeft gevraagd om 1 man. Bij defensie zelf in managementfuncties.
En dit programma wordt in samenwerking met de Brazilianen gedaan. Het is onze eerste cohort. En als docenten hebben we ook docenten van de universiteit die zorgen voor enkele wetenschappelijke vakken. In de startblokken om verder te gaan, hebben we een coachopleiding. We hebben twee BFVP-opleidingen, waarvoor één van voor EZ, economische zaken. Dus ook aan mensen buiten leveren we diensten. Ja. We hebben ook zo brandweermannen gehad die we hier moesten opleiden en andere. Het is misschien een stukje, dus ik noem verder niks. Hofmeestersopleiding. Rijopleidingen, de meeste noemden daar dat we rijopleidingen met rijopleidingen zullen starten waar een deel de mensen, de ex-militairen die in het binnenlands conflict waren. Dit om ze weerbaar te maken dat ze dus heel goed aan de slag kunnen in de burgermaatschappij. Ja? Zij worden ook een koelmontage opleiding toebediend. En dan hebben wij nog een officiersopleiding en een onderofficiersopleiding die wij straks zullen starten. Dit is een greep van zaken die we hebben, wat het IDO doet. En het is een goede keuze geweest van de minister en staf om dit instituut in het leven te roepen. Ik wil erbij vermelden dat als u in de verlengde Keizerstraat rijdt, dan zit u een logo zien van IDO. En daarvoor heeft een ander logo plaats moeten maken waarop stond Militaire Academie. En ik weet, ik ben in discussie geweest met mensen. Is er geen Militaire Academie? Is er dit niet? Waarom? Ik zeg, een gebouw is geen instituut. Een instituut zijn de mensen die daarin activiteiten ontplooien, op welk niveau dan ook. De Militaire Academie bestaat nog, maar onder de vleugels van IDO. De onderofficiersschool bestaat nog onder de vleugels van IDO. Een centrale aansturing waarbij er kwaliteit, opleidings- en onderwijszaken worden gediend. Ik dank u. Dankjewel, kolonel. Wij gaan nu over naar de vragenronde. Indien er vragen zijn vanuit de zijde van de pers, er is de microfoon daar op de tafel, kunt u vragen stellen. Aan wie kan ik het woord geven? Zonder TV? Yes. Mensen. Daar is een tijd in ieder geval wat tegen. De minister heeft het aan het begin gehad over 950 mensen die dus dan niet meer, als ik het goed heb, werkzaam zijn binnen de grenzen. Wat is er precies gebeurd? Waarom zijn ze dus dan niet meer in dienst? Of ja, hebben jullie ze weggestuurd uit de dienst gehaald? En wat ik heb gemist, is ik heb begrepen, als het niet zo is, kan ik wel gecorrigeerd worden. Ik heb begrepen dat een groep, dus dan naar Haiti is geweest, een groep militairen, als dat nog niet zo is. Maar als dat zo is, we hebben niets ervan gehoord tijdens de toespraken. Zou dus dan de minister even op in kunnen gaan. Dank u. Zijn er nog meer vragen? Minister. Ja, bedankt voor de vragen. Laat maar eens zeggen, we hebben niemand verplicht en met harde hand uit de organisatie gezet, om het zo te zeggen. Wat we hebben gedaan is vanaf het begin. En dat was ook de opdracht van de regering om bezuinigingsbeleid uit te voeren om de, zeg maar, de financiële crisis te boven te komen.
En wat we hebben gedaan is, we hebben gekeken naar mensen die enkele diensten hadden, overeenkomsten, enkele diensten. We hebben alle mensen eigenlijk binnen de eerste 3 maanden aangeschreven. Van we zitten in een crisis, we kunnen niet betalen. Een deel van de mensen werkte, een deel werkte niet. Dus we hebben de mensen ruimte gegeven om hun verlof op te nemen. En we hebben ze gezegd, we gaan die overeenkomsten niet continueren. Ik denk dat het zo ongeveer 40 tot 50 mensen waren heel aan het begin. We zijn toch begonnen met personeelsbestanden op te schonen. Waar zijn onze mensen? Wat doen ze? Werken ze? Dus we hebben gekeken naar bijvoorbeeld mensen die 2 maanden, 3 maanden, 4 maanden niet aan het werk waren. Dus we hebben het sanctiebeleid aangescherpt. Omdat het onrechtvaardig is ten opzichte van mensen die elke dag aan het werk komen. En andere mensen die elke maand geld krijgen, maar maanden niet aan het werk verschijnen. Dus we hebben het sanctiebeleid verscherpt. We zijn eigenlijk het HRM-beleid gaan aanscherpen. We wilden weten, iedereen registreren. Dat hebben we eigenlijk het eerste jaar. Zijn we begonnen het tweede jaar, elk jaar. En nu met het HRM-geautomatiseerd systeem zal dat nog vlotter zijn, nog beter zijn. Dus we hebben het sanctiebeleid aangescherpt. Een aantal mensen toen met ontslag wegens plichtverzuim gegeven. En een deel van de mensen is gewoon natuurlijke uitstroom. Mensen die 60 jaar waren en met pensioen zijn gegaan. Dat zijn de 3 manieren waarop we mensen uitgestroomd zijn. En een deel heeft zelf natuurlijk ontslag genomen vanwege hun vertrek naar de politie of andere diensten waar ze beter betaald werden. Dus we hebben niemand belet. Maar dit zijn de 4 redenen waarom mensen dus uit de organisatie zijn gegaan. We hebben daar tegenover geen mens in dienst genomen. Want als we mensen in dienst zouden nemen, dan zouden we eigenlijk die balans verstoren. Dus we hebben in de afgelopen periode, ik denk, nog geen 4 mensen in dienst genomen. Alleen, dus we hebben gewerkt met de mensen die er waren. Er zijn wel een paar mensen die weer in dienst zijn genomen, gewoon overeenkomst enkele diensten. Kolonel Hewaki bijvoorbeeld, daar hebben we overeenkomst enkele diensten. Dus we hebben echt gekeken naar de noodzaak, de expertise van de mensen en naar de prioriteiten binnen Defensie om mensen in te zetten. Dus er is heel zorgvuldig gekeken naar het HRM-beleid en het personeelsbeleid. En daar waar we expertise nodig hadden, hebben we die expertise echt binnengebracht. Niet omdat we mensen willen faciliteren, leuk willen zijn of wat dan ook. Maar het is echt gekeken naar het defensiebeleidsplan, de doelen die we ons voor ogen hebben gezet en op basis daarvan prioriteiten gesteld en acties opgeformuleerd en mensen in dienst genomen. Het tweede is Haiti. Inderdaad heb ik vandaag niks gezegd. Over Haiti, het besluit is genomen door de regering om Haiti te ondersteunen. En het is een internationale missie waar landen dus lead in nemen. Wij hebben inmiddels mensen geselecteerd. Dus dat politiek besluit is genomen. Wij gaan Haiti ondersteunen omdat de mensen daar echt te lijden hebben. Er is een tekort aan voedsel. Kinderen gaan niet naar school. Er zijn heel veel gewonden, heel veel doden geweest in de afgelopen periode. Haiti is een CARICOM-land. Het gaat om een stukje solidariteit. Het gaat om een stukje mensenrechten die we ook willen aanpakken. En daar is dus die internationale gemeenschap bezig. De laatste informatie die we hebben is dat Kenia de lead gaat nemen. En daarna Canada gaat de trainingen doen. Er zijn nu een aantal 300 50 mensen getraind. Eerste groep denk ik in Jamaica. En die gaan dus na Kenia de lead hebben in Haiti. We wachten daarop. Wij gaan in de tweede groep samen met nog een paar CARICOM landen. Wat we bezig zijn te doen op dit moment is de voorbereiding. De selectie. We hebben gevraagd wie wil gaan. Een aantal mensen hebben zich vrijwillig opgegeven. Eigenlijk de meeste mensen hebben zich vrijwillig opgegeven. Een deel is leger, een deel is politie. De coördinatie vindt vanuit het leger plaats, de selectie, daarna de trainingen. En die training heeft te maken met goed voorbereiden van de mensen. Goed voorbereiden, niet op datgene wat ze alleen daar gaan aantreffen, maar ook gewoon welke kennis, welke vaardigheden en welke attitude hebben mensen nodig. Ik heb een hele lijst van
waarop ze getraind gaan worden. En die training gaat dus in Jamaica plaatsvinden door Canada. Daar zijn we bezig dus aanvraag te doen. Eigenlijk is het al aangevraagd, het is een stukje planning. Wij zijn bezig te kijken naar financiering van dus de airlift. Hoe gaan de mensen naar Haiti gaan? Verder de kleding en alles, materiaal die ze nodig hebben. Om die ze daar gaan gebruiken, hun huisvesting, hun financiering van voeding, alles. Die dingen worden dus eerst in orde gemaakt, maar ook risicobeheersing. Risico's, wat gaat er gebeuren als er risico's zijn, hoe gaan we daarop inspelen, hun verzekering, hoe gaan we het thuisfront goed voorbereiden. Als er iets gebeurt, wat doen we? Allemaal zijn zaken die in het pakket voorkomen. En successieflijk zijn we bezig dat pakket af te ronden. Samen met internationale partners, vooral partners die veel meer ervaring hebben en die ondersteuning krijgen we. Dus dat is het traject waarin we bezig zijn. De eerste groep, en het is niet duidelijk wanneer die eerste groep gaat. Afspraak was dat ze in eigenlijk juli zouden gaan, Kenia. We kijken of dat inderdaad lukt in juni. Als zij in juli gaan, dan gaan wij in de tweede groep. We zijn niet in de eerste groep, we zijn in de tweede groep. De eerste groep gaat voor 6 maanden, de tweede groep volgt daarna voor 6 maanden. En dat is ook dus, wij gaan in de tweede groep. Dus als zij in juli gaan, dan is onze beurt in januari 2025. Als het later wordt, dan is het 6 maanden later. Dus dan de eerste groep. Ja. Ik hoop dat het duidelijk is. Ja, gelijk aansluitend op die vraag. Hoe groot is de selectie? De selectie is in eerste instantie 50. 26 van militairen in peloton en de rest is politie. Maar we trainen 2 groepen willen we in orde trainen, omdat de eerste groep daar gaat en we willen aflossen en dan een tweede groep hebben. Dus in totaal mikken we op 100 man.